In het Markdal, ten zuiden van Breda, kwam de ontwikkeling van natuur nooit goed van de grond. Ondanks de aanwijzing van het Markdal als ecologische hoofdstructuur en de kaderrichtlijn water. In 2013 besluit de vereniging Markdal, bestaande uit een brede lokale coalitie van burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties, het dan zelf maar te doen en de gebiedsregie over te nemen van de overheid. Als stichting Markdal sluit ze een contract met de provincie Noord-Brabant om 100 hectare natuur te realiseren in het Markdal. De stichting streeft naar een levendig Markdal waar volop ruimte is voor natuur en water. Waar men graag wandelt en fietst en waar tegelijkertijd een goede boterham verdiend kan worden. Inmiddels is al meer dan de helft van de grond beschikbaar. Een van de betrokken ondernemers is Frank van Alphen, die enthousiast is over de nieuwe aanpak. In het proces wat we recent gelopen hebben met de stichting hebben we elkaar goed begrepen dat we economische belangen en natuurbelangen samen nodig hebben. En het proces is daardoor heel open en met respect voor beide zijden gelopen, wat in onze beleving heel anders is dan zoals het vroeger ging. Vroeger was het vaak zo dat de overheid, als er een bepaalde doelstelling was voor natuur of iets anders, dat er op een kaart strepen getrokken werden. En de mensen in het gebied die hadden zich daar maar naar te voegen of aan te houden. Wat vaak resulteerde in hakken in het zand van lokale bedrijven of mensen. Ik herinner me nog een vergadering van de vereniging en dat de voorzitter Jetty Ratink ook zei: dit is het moment waarop jullie je stem moeten laten horen. Dit is het. En ik voelde toen heel erg dat ik dacht, oh ja, dat doet er dus toe. We moeten iets zeggen, want dit is de input die ze nodig hebben om vervolgens die herinrichting tot stand te kunnen brengen. Dus het is ook bijna een soort van noodzaak. Ik moet toch even helemaal terug naar het allereerste begin. Het is echt heel erg belangrijk geweest dat we bij de provincie een aantal ambtenaren hebben getroffen die inzagen dat je ook op een andere manier met dit soort zaken kan omgaan en die dit aandurfde ook om met de vereniging, toch een heel wat andere organisatie dan meestal een overheid of een stichting, dit aandurfde. Nou, het waterschap heeft hier een opdracht om de zogenaamde kaderrichtlijn watermaatregelen te realiseren. En dat betekent het hydrologisch herstellen van het watersysteem hier in een natte natuurparel. Ook een ecologische verbindingszone kennen wij hier. En daarnaast realiseren wij ook doelen op het gebied van waterberging en verdrogingsbestrijding. Het plan van meerwaarde geeft de mogelijkheid om niet de gronden te kopen alleen, maar ook door mensen van een ruimtelijk ordeningsprobleem af te helpen, daarvoor in de ruil grond te krijgen. Dus dat betekent dat je niet alle gronden hoeft te kopen. De Stichting Markdal wil de rivier de Mark laten meanderen. Dat betekent dat de grondwaterstanden gaan fluctueren, die gaan omhoog en omlaag. Wij telen aardbeienplanten en een aardbeienplant kan niet tegen natte voeten. Dus het fluctueren van de waterstand combineert niet met het telen van aardbeienplanten. Dus dat zou een probleem zijn voor ons. Wij hebben met de Stichting Markdal de afspraak gemaakt dat wij in dit gebied de mogelijkheid krijgen om boven de grond te gaan telen. Dus u ziet het veld achter ons waarbij de planten niet meer in de grond, maar boven de grond staan. Zodat wij onafhankelijk zijn van die wisselende waterstand. Hier staan wij eigenlijk op een bijzonder plekje, vlak bij de Belgische grens, waar de rivier de Mark eigenlijk Nederland instroomt. En wij zien hier eigenlijk al een stukje van hoe dat het straks het hele gebied zal ingericht kunnen worden. Want we hebben hier een meander. Daar stroomt het water eigenlijk met verschillende snelheden. En dat is goed voor de flora en de fauna. En dit is eigenlijk een voorbeeld van hoe het verderop richting Breda ook op bepaalde plaatsen ingericht zou gaan worden. In het gebied hier wil de stichting graag grond dicht bij de Mark verwerven. Wij lagen hier dicht aan de Mark. Om het project te realiseren wat u achter ons ziet, lag een perceel grond in wat niet van ons was. Samen met de stichting hebben we het mogelijk gemaakt dat wij dit perceel aaneengesloten kregen en dat de stichting Markdal meer grond dicht bij de Mark heeft verkregen, zodat zij daar natuur kunnen ontwikkelen. En het is ook niet zo dat mensen iets krijgen, nee. Het moet passen in het beleid van de provincie. Dus het moet voldoen aan economische en sociale doelstellingen, ecologische doelstellingen. Dus er zijn ook mensen die een project hebben aangedaan die niet door zijn gegaan. En uiteindelijk zijn er nu 13 projecten die in dit traject zitten. En waardoor er meer mogelijk is geworden. In totaliteit kan de stichting 5 hectare natuur ontwikkelen, deels langs de markt, maar ook aan de zuidzijde van ons perceel ligt een ecologische verbindingszone langs een beek.
die houden wij in ons eigendom en die gaan wij uiteindelijk beheren met natuur. Wat altijd heel leuk is om te vertellen, is dat er een avond was, een informatieavond. En dat een aantal agrariërs elkaar ook na afloop bij de bar hebben overgehaald om mee te doen. Waardoor het draagvlak ook opeens weer veel groter wordt. En dat is een van de belangrijke dingen in dit project. Dat het niet gaat om een scheiding tussen agrariërs en natuur. Maar dat je juist probeert dat bij elkaar te brengen. En dat het niet is van wij en zij.